Ja, wat ik vaak ook mis zie gaan, is dat ze een paar video's maken en dan stoppen ze omdat het te veel tijd vraagt. En dan levert het te weinig op, omdat ze alleen een video delen en die ook niet echt strategisch delen. En dan gaat het ook niet voor je werken. Ja, dan zullen mensen reageren van, god, wat een leuke video of wat mooi. Maar dat zijn niet de reacties die je wil. Tenminste, ja, mij gaat het niet om dat mensen denken van, oh, wat een mooie video. Ik heb liever dat ze een afspraak inplannen om met mij in gesprek te gaan. Maar ja, met één video ga je niet het verschil maken. Dus net zo goed als dat je één keer naar een netwerkbijeenkomst gaat en dan verwacht dat mensen meteen zaken met je willen doen. Zo werkt het gewoon niet. En zo werkt het ook niet met een video. Ja, mensen moeten gewoon vertrouwen in je gaan krijgen. En vaker van je horen en zien. En op een gegeven moment overtuigd raken van jouw expertise. En ja, één video, daarmee ga je niet het verschil maken. Maar ja, dat vraagt ook gewoon natuurlijk doorzettingsvermogen. Om door te gaan waar anderen stoppen. Ja. En het is je hebt eigenlijk nooit je dag voor video. Want er zijn altijd andere dingen te doen. Of andere dingen die belangrijker zijn. Of je haar zit niet goed. Of nou ja, wat voor excuus je dan ook hebt. Maar ja, de kracht van herhaling, hè? Daar gaat het om, volgens mij.